Ik heb dus gekozen voor William Kentridge. Dat was geen onbekende voor mij. Het is een kunstenaar die dat heel veel media mixt. Die met beeldende kunst bezig is, die met theater bezig is, die muziek heel veel gebruikt, die houtskooltekeningen maakt, animatiefilms maakt van die houtskooltekeningen. Is heel erg bezig met dat mixen en dat is iets waar ik ook mee bezig ben. Een tekening wordt een object, want hij gaat een tekening uitzagen in hout. Het wordt een object dat dan speelt in dat hem dan gebruikt in een film. En zo die mix van media, dat vind ik heel schoon. Als je kijkt naar wat het medium veel meer kan zijn, dan is Kentridge denk ik een van de meest interessante figuren om mee te werken. Omdat zijn werk iets doet met film wat je eigenlijk alleen maar in een tentoonstellingsruimte kan laten zien. En wat heel erg zeg maar probeert die grens te zoeken waar film iets doet met beeldende kunst, waar film iets doet met dans, film iets doet met muziek. Hij is zo bezig met die media samen te brengen, dat je voelt dat hij bezig is met iets wat tussen al allemaal verschillende media ligt, wat dus eigenlijk geen kanaal heeft of zo. En dat is wel iets wat ik zelf heel erg voel. Als je met theater bezig bent, maar je bent ook met klankkunst bezig, dat zijn al twee werelden die niet rap samenkomen. Er is niet zo direct een platform voor of zo. Maar ik vind dat wel heel interessant om dat wel net te doen, om die mix te maken van klankkunst met dans of. Ik ben nu eigenlijk bezig aan een nieuwe stadsklank. In de stad heb ik eigenlijk allemaal mensen gevraagd of dat ze een stukje wouden spelen voor de camera. Al die filmpjes samen ben ik nu deze week en vorige week mee begonnen om daar een nieuw muziekstuk van te maken. Dat dan afgespeeld wordt op 5 verschillende videoschermen. Ik ben daar ook heel erg bezig mee geluid eigenlijk fysiek aanwezig te maken. Panuni, menendon dienya diye besa.